Jelle Rouwelaar, persbericht. Je stopt aan het eind van het seizoen, maar waarom maak je dat voor de na-competitie bekend? Het ja, moet toch een moment zijn wanneer je wanneer het bekend maakt. En, uh, zo voelt het voor mij het, het, aller, het allerbeste. Uh, het is eruit. Uh, uh, vandaag kunnen we er nog aandacht aan besteden, misschien morgen nog. En dan, uh, en dan moeten we proberen om er over te verslaan. Uh, dus, dus het moment voor mij persoonlijk was... Ge... Was, 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 was goed. Ik heb met heel veel mensen heb ik gesproken waar ik een goed gevoel bij, bij heb gehad en heb. Uh, nou, de één zei van uh, je bent gek en de ander zei van nou ik denk dat het een goede keuze is en uh, ja, zo ben ik tot een beslissing gekomen. Een Paar uh, malen had ik je ook al voor de voor de camera. Toen was je nog bezig met de studie af ronden ook een keeper moest je sowieso nog doen. Wanneer uh, rond je dat af? Uh, nou, ik heb nu oefenmeester drie en uh, die heb ik sowieso afgerond uh, met twee uh, zo goed als zeker uh, afgerond. Uh, dan komt er volgens mij even een, een, een rustmoment qua cursus en dan staat de keeperspro uh, uh, volgens mij over een, een, een aantal maanden pas weer. Dus ik heb eventjes uh, uh, op dat gebied heb ik even, even rust. Stop je definitief of zeg je op een gegeven moment, nou mocht het nak in de problemen komen, qua blessures, dat je toch nog een keer invalt? Net zoals Van start heb gedaan bij Noordwijk recentelijk. Ja, maar dat is dan niet bij nak. Ik zie me niet zelf bij, bij, bij een andere hoofdklasse keeper, Omdat ik daar toevallig een binding mee heb. stop is voor mij stoppen. Uh, uh, dus dus dat, ja, dan dat, dat lijkt me logisch dat ik niet meer, uh, niet meer ga kiepen.